Ik sta nu naast Anand Dwarka. Hij is zeker geen onbekende kunstenaar in Suriname. En hij staat ook op de United Business Fair 2014. Anand, alles goed? Jawel, helemaal. Sta je voor het eerst op de United Business Beurs? Ja, dit is de eerste keer. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om hier te staan? Nou, die eigenaar kent me heel jarenlang. En hij zei Anand, je bent bekend in Suriname en ik is kwaliteit met kunst betreft. Dus en zo heeft hij me gebeld en zo ben ik terug hier gekomen. Dus. Waarmee sta je op de beurs? Laat ons zien. Oké. Prachtige schilderijen. Ja, hier heb ik hier heb ik veel schilderijen met muziek. Dus hier heb ik veel met vrouwen, ze spelen muziek. Dus daar. En daar in het midden, je hebt de inspiratie was gekomen toen was ik naar Chili in 2007. En toen zie ik dat die vrouw was bezig langs de rivieren. En toen heb ik die idee gekregen om, dat die vrouw kwam uit een rots. En daar zie je die vrouw in het midden. Een beetje Braziliaanse sfeer. Of van wie gaan we kan? Dat kan ook. Dat je kan bent, ook. Je bent zeker gefit, dan moet ik je feliciteren. No? Ik denk het wel. Ja. Goed. De mensen kunnen hier ook jouw kunstwerken kopen. Of kunnen ze ook informatie krijgen over eventueel. Stel je voor dat mensen geïnteresseerd zijn om ook aan kunst te doen. Nou, ze kunnen hier ook kopen. En behalve dat, ik heb bijna 18 stukken hangen in Marriott Hotel. In die lobby. Dus mensen kunnen ook daar gaan even kijken. En ik heb ook een aantal stukken hangen in een Koreaanse restaurant. Dus ja. Waar, deze schilderijen, zijn die op doek gemaakt? Of? Ja, die materialen zijn acryl op canvas geschilderd. En de technieken zijn semi-abstract, abstract en impressionist. Nou, hoe lang ben je al bezig? 11e jaar. 11e jaar? Jawel. Kunstenaar in hart en nieren? Jawel, want dit is mijn fulltime werk dus. Ja, fulltime kunstenaar. En dat ben jij dus. Ja. Nou, wilt u meer informatie weten over, hebben over de kunstwerken van Anand Dwarka? Hij staat ook op de United Business Fair 2014. Ik zei het al, de kunstliefhebbers die hoeven niet te klagen, want ook zij komen ruimschoots aan hun trekken op de United Business Fair.